Aan het begin van de 19e eeuw werd het opgeheven, de Goudse Schutterij. De schutters moesten zorgen voor orde, veiligheid en rust in de stad. Het oudste Goudse Schuttersgilde is die van Sint Joris. Rond het jaar 1430 telde Gouda ongeveer 100 schutters. Ze waren gehuisvest in de stadsdoelen aan het eind van de Lange Tiendeweg. Ook al zijn de schutters al een tijdje verdwenen, de geschiedenis is bewaard gebleven. U kunt nu kijken naar een film van Bas van Beukering en Dick Jonker over de Goudse Schutterij. Bijna 500 jaar waren het de schutterijen die in belangrijke Hollandse steden zoals Gouda voor het handhaven van de openbare orde zorgden. Dat heette toen het bewaren van inconveniënten, oftewel het voorkomen van en het behoeden voor alle ongemakken die zich binnen de stadspoorten zouden kunnen voordoen. Wanneer de eerste schutterij in Gouda het licht zag, is niet helemaal duidelijk. Algemeen wordt aangenomen dat eerst in de 14e eeuw deze gilden in het leven werden geroepen. Dat er in Gouda omstreeks 1359 een schutterij moet zijn geweest, blijkt uit een rekening uit dat jaar van jonkheer Jan van Blois, die als heer van der Gouden op Pinkstermaandag hier arriveerde om den papegaai te skieten. Dat was immers het jaarlijkse hoogtepunt van de schutters. Met de boog op een houten vogel bovenop een staak schieten. Het oudste Goudse schuttersgilde is dat van Sint Joris. Gewapend met de voetboog liepen de schutters 's nachts te wacht. Hielden zij de dijken in de gaten, onderdrukten zij opstootjes en oproer en waren zij beschikbaar om aan de landheer een detachement te leveren. Het wapentuig moesten de schutters zelf bekostigen. De stad stelde de schuttershof beschikbaar, die al gauw Doelen werd genoemd, evenals het gebouw dat erop verrees. De Sint-Joris-schutters waren gehuisvest in een hoog, in tweeën verdeeld gebouw op de hoek van de Doelensteeg. Daarachter lag een ruim erf dat zich uitstrekte tot aan de Tiendeweg. Om hun schutspatroon, de heilige Joris, in ere te houden, beschikten de schutters over een eigen altaar in de Sint-Jan, waar een eigen kapelaan elke dag voor hen de mis deed. Menige burger beschouwde het als een eer om dienst uit te maken van de in zekere zin exclusieve schutterij. Deze was in drie groepen verdeeld: oude, middelste en jonge schutters. De laatste vormde als het ware een soort reservoir waaruit in tijden van nood geput kon worden. Allen droegen een zogeheten skutrok in de goudse kleuren wit en rood. Net als het stadsbestuur stond ook de landsvrouw Jacoba van Beieren zeer positief tegenover de ongeveer 100 schutters die Gouda rond 1430 telde. Als blijk van waardering voor een gewonnen veldslag aan de Gouwensluis, waaraan Goudse schutters hadden deelgenomen, beloonde zij het gilde met een grote zilveren miskelk. Naast het officiële deftige Sint Joris voetbooggilde ontstonden in de late middeleeuwen de broederschappen van Sint Sebastiaan. De leden hiervan schoten met de handboog, heel wat platvoerser dan de voet- of kruisboog. Deze gilden stonden dan ook niet in zo'n hoog aanzien. Geen ereplaats in de processies, geen eigen altaar, geen kostbare uniformen. In 1504 stichtten zij een eigen onderkomen tussen het Vlamingspoortje en de verloren kosttoren. De meeste Sint-Sebastiaansgilden was geen lang leven beschoren. Soms wisten zij zich nog te handhaven door over te gaan op het gebruik van een vuurwapen. Geen musket zoals op deze afbeelding, maar een zogenaamde klover, een verbastering van het Franse couleuvre. Van klover naar klovenier is maar een kleine stap. Vandaar dat het gilde ook wel bekend stond als de kloveniers. In 1545 kwam keizer Karel V met een decreet waarin hij orde op zaken stelde voor de lokale schutterijen. Er kwam een nieuwe schutterij met 300 schutters, die onder de rijkste en meest vooraanstaande burgers werden gerekruteerd. Iedere burger met een vermogen van minstens 600 gulden en in de leeftijd van 18 tot 60 jaar was dienstplichtig.
Er waren twee klassen. De dienstdoende of werkelijke schutters en de contribuanten, die ook wel rookhangers werden genoemd. Er waren vier Goudse compagnieën. Die van de Oosthaven, de Westhaven, Gouwe en Markt. Elk met een eigen vendel in de kleuren rood, wit, blauw en oranje. De kapitein droeg een sjerpen in de kleur van een compagnie, zoals hier afgebeeld op een schutterstuk van Ferdinand Bol. De Goudse schutters deden in de 17e en 18e eeuw meer dan wachtlopen. Zo stuurde de Republiek in 1672 een leger de strijd in met onder meer een Goudse detachement van 200 schutters. Een jaar later stonden 300 schutters klaar om hun voorbeeld te volgen. Wanneer zij zwaar gehavend terugkeerden, was er alle reden om uiting te geven aan trots en vreugde. Dat gebeurde onder meer onder het genot van spijs en drank in de schutterszaal van de doelen die in 1514 was aangekocht. Elke mannelijke poorter tussen de 18 en 60 jaar was dienstplichtig. Onder leiding van een drilmeester werd er op verschillende plaatsen geëxerceerd en geoefend met de verschillende wapens. Soms werd er dagelijks dan weer 3 maal in de week geoefend op diverse plekken, zoals op de grond van het huidige Regentessenplantsoen, in de overdekte gaanderij van het Weeshuis of in de wintermaanden in een van de zalen van het Boterhuis, het latere Artilegie. Aanvankelijk stonden deze schuttersmaaltijden alleen open voor officieren. Maar in later jaren mochten ook ondergeschikten aanschuiven. Naast deze platvoerse uitingen van vreugde waren ook verhevener pogingen om de roem en grootheid voor het nageslacht te bewaren. Dat gebeurde op de uit eigen zak bekostigde schuttersstukken, waarvan er voor de Goudse schutterij 6 exemplaren werden vervaardigd door schilders als Ketel, Bol en Krabet. De drank tijdens de maaltijden was afkomstig uit een eigen wijnkelder die zorgvuldig op peil werd gehouden door de kastelein van de doelen. In de Gouden Eeuw werden de maaltijden nog gekenmerkt door wat ruwe, maar een zeker niet zedeloze sfeer. Dat kwam pas later, toen de heertjes met hun bepoederde pruiken, hun bekouste voeten, verwarmd door stoven en in aanwezigheid van maîtresses, zich tijdens de zogeheten krijgsraad in de doelen mateloos aan de aardse genoegens overgaven, totdat er geen hap of slok meer bij kon. De gemiddelde prijs van een schuttersmaaltijd bedroeg 650 gulden. Aan het eind van de 18e eeuw ging er een andere wind waaien in de Republiek. De toenmalige stadhouder Willem V werd besluiteloosheid verweten, waardoor het met het land bergafwaarts ging. In 1784 werd het door de Staten zelfs verboden op welke manier dan ook uiting te geven aan liefde voor Oranje. Op het zingen van het Wilhelmus stond de doodstraf. In Gouda reageerde de vroedschap aanvankelijk afwachtend, maar moest wel toestaan dat Oranje klanten gevangen werden gezet in de gevangenpoort, waar nu de Tiendewegbrug ligt. Onder de gegoede burgerij groeide echter de ontevredenheid. Zij noemden zich patriotten die gloeiden van vaderlandsliefde. Zij hadden grote idealen en Oranje stond het bereiken daarvan in de weg. Net als in de rest van de Republiek werden vrijkorpsen opgericht die het leger van de Staten zouden moeten bestrijden. Sommige Goudse schutters ruilden hun gilde in voor zo'n exercitiegenootschap, maar de meeste haakten af. Commandant van het vrijkorps werd de Lange van Wijngaarden, schepen en lid van de vroedschap. De Goudse patriotten moesten in 1787 voor de eerste maal echt optreden bij de aanhouding van prinses Wilhelmina, echtgenote van de prins van Oranje. Dat gebeurde langs de Vlist in de buurt van Bon Repas. De prinses en haar gevolg werd gesommeerd mee te gaan naar de Haastrechtse dijk. Aan de overkant van Hekendorp werd halt gehouden. Het gezelschap werd vervolgens met een bootje naar de andere kant van de IJssel overgevaren en ondergebracht in een boerderij. De broer van de prinses, koning van Pruisen, pikte deze belediging niet en viel ons land binnen. De Goudse patriotten kregen vervolgens te maken met de wraak van hun prinsgezinde medeburgers die de oranje vlag weer van stal hadden gehaald. Er werden opruiende pamfletten verspreid met teksten als
de patriotten onder. Die anders wil, die sla de donder. 140 huizen in de binnenstad werden in brand gestoken en geplunderd, waaronder dat van de commandant van het Vrijkorps, de Lange van Wijngaarden. Er vielen zelfs slachtoffers. De schutterij stak geen poot uit en liet de plunderende massa rustig haar gang gaan. Hoewel de schutters in de daaropvolgende jaren na veel geharrewar een eed van trouw aan de vroedschap zwoeren, bleven van hun trouw aan de Oranjes weinig over. Toen in 1795 de Fransen Gouda binnentrokken, stonden diezelfde schutters in de voorste rij om hen te verwelkomen. In dat jaar werd de schutterij als gilde opgeheven en vervangen door een gewapende burgermacht. Koning Willem I probeerde uit het overschot van de schutterijen een landstorm te maken, die open stond voor vrijwilligers. Daarnaast kreeg op grond van de legerwet bijna iedere stad een militair garnizoen. Ook Gouda. Na de opheffing van de schutterij als gilde kreeg de stadstoelen diverse bestemmingen, zoals kazerne, gymnasium, HBS en landbouwschool. Kortom, het fraaie gebouw diende vele doelen. Een goede zaak dat deze monumentale herinnering aan de Goudse schutters voor het nageslacht gerestaureerd en wel overeind is gebleven. Dat komt van de beter en pleegsbesef.